Hallo allemaal. Welkom bij weer een filmpje van Waypoint. Ik ben Ruud Schut. Ik werk nu zo'n 10 jaar bij Waypoint. Ik heb alle toestellen eigenlijk wel een keer voorbij zien komen. Het begon al met de E-Trax Legend die ik als eerste verkocht heb. En nou ja, we zijn heel wat toestellen verder. Wat we in dit filmpje gaan laten zien is de Garmin Monterra. Een van de nieuwste toevoegingen in het assortiment van Garmin. Niet zozeer een vervanging van een bestaand apparaat, maar meer een uitbreiding op het al hele complete assortiment. En wat het vernieuwende is aan dit apparaat is dat hij beschikt over Android als besturingssysteem. Dus niet puur het Garmin navigatiesysteem zoals we het kennen, maar het is een uitbreiding op ja, het bestaande Android gebeuren. En ik ga u daar nu wat meer van laten zien in dit filmpje. Oké, hier voor ons liggen de Oregon 650T, Montana 650T en de Monterra. Voor zover nu bekend komt er van de Monterra maar één model. Dat is het model met de camera, zowel foto als film. En met de 1 op 100.000 Recreational Map of Europe. Eerst maar eens even kijken wat er in de doos zit. Uiteraard een toestel. Ja, verder niet heel veel. Netlader. USB-kabel. Met de verschillende stekkers voor het vasteland Europa, Engeland, Amerika. En 4 screen protectors. En uiteraard de accu. Die zit op dit moment al even in het toestel. Zoals u kunt zien. Naast de accu kunnen er ook 3 penlights in gedaan worden. Eigenlijk altijd handig dus om een backup te kunnen hebben. Het apparaat gaan we even inschakelen. Nou, dan zien we het bekende Garmin logo. Gevolgd door, ja, het misschien niet voor iedereen even bekende, maar steeds bekender wordende Android logo. Ja, Android is natuurlijk een besturingssysteem voor mobiele telefoons. Nou kan je met de Monterra niet bellen. Maar ja, het besturingssysteem leent zich ook voor allerlei andere dingen. En ja, dat komt het beste tot z'n recht als je over internet beschikt. Internet heeft de Monterra niet van zichzelf, dus je kan niet een simkaart erin stoppen zoals bij je mobiele telefoon. Maar je kan hem wel via wifi koppelen aan een draadloos netwerk, waardoor je gewoon ja, alle functies van het apparaat kunt benutten. Nou, wat we verder zien, nou, voor Android gebruikers ja, bekend, zijn er 3 ja, knopjes eigenlijk. Of ja, dat zijn ja, niet echt knoppen om in te drukken, maar ze zijn aanraakgevoelig. De homebutton, de terugknop en ja, het menuknopje. Daarnaast zien we nog ja, een UV-sensor. Wat daarmee gedaan kan worden is dat het apparaat ja, meet hoe sterk het omgevingslicht is, waardoor hij zijn eigen verlichting aanpast. Nou, het scherm is ontzettend goed af te lezen in de zon, daar heb je de verlichting absoluut niet bij nodig. Gewoon ja, vergelijkbaar met ja, de Oregon 600-serie, die natuurlijk bekend is om zijn goede afleesbaarheid. Alleen rij je in donker bos en dan kan het soms anders zijn om de verlichting iets hoger te zetten. Nou, dat kan dit apparaat dus automatisch aanpassen. Ondertussen is het apparaat opgestart. Nou, we zien ja, voor Android gebruikers een bekend startscherm eigenlijk. Je ontgrendelt hem en dan zien we ja, een homescreen van een telefoon. Nou, voor Android gebruikers dit icoontje kom je normaal mee in je menu waar je de apps en de widgets kunt instellen. Voor de smartphone gebruikers of voor de mensen die geen smartphone gebruiken. Apps zijn eigenlijk allemaal ja, kleine programma's die je op een, ja, op een smartphone kunt installeren. Bijvoorbeeld een programma om je mail te lezen, maar een klok. Maar daarnaast heb je ook bijvoorbeeld een, ja, een NOS-app en een Nu-app. Die kan je apart installeren. Nou ja, die Nu-app is bijvoorbeeld om nieuws te kunnen lezen. NOS geldt er natuurlijk ook voor. Veel kranten hebben ook een eigen app, zoals de Telegraaf en het AD. Ja, als je een internetverbinding hebt, kan je daar gebruik van maken. Wat nieuw is het tabblad Garmin. Ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie verslimme toevoeging, want in eerste instantie toen de Monterra werd aangekondigd, heb ik me afgevraagd van ja, is het eigenlijk gewoon een heel waterdicht, schokbestendig Android apparaat waar wat navigatiemogelijkheden in zitten? Of is het een ja, vergelijkbaar apparaat met de Montana waar dan ook een stukje Android in verwerkt zit? Ik was heel benieuwd hoe dat in de praktijk eigenlijk eruit zou gaan zien. En ja, dit tabblad vind ik zelf een slimme oplossing. Want hier zien we eigenlijk ja, voor veel Garmin gebruikers bekende logo's. Geocache, schatkistje, de kaartknop. Ja, de zaklamp door zijn LED. Net als bij de Oregon 600 beschikbaar. Het kompas natuurlijk. Tripcomputer. Ja, je klikt het aan. Je krijgt het, de informatie te zien. Via deze knop kan je eigenlijk ja, je instellingen aanpassen. Dus je kan ja, ook bijvoorbeeld voor je tripcomputer kan je voor verschillende items kiezen. Nou, je kan natuurlijk alles aanpassen naar eigen wens. Wat we hier dan nog wel zien,
zodat alles een beetje in het Engels is. Wat even nog belangrijk is om te melden ook bij dit filmpje, is dat dit een, ja, noemen ze een pre-productiemodel. Wat je hier nu ziet is dus een apparaat die misschien kan afwijken van wat uiteindelijk op de markt gaat komen. Maar ja, je mag ervan uitgaan dat het toch wel een heel eind in een vergevorderd stadium is, dat ze hem in ieder geval beschikbaar stellen al voor reviews en testdoeleinden. Maar inderdaad, Engelse teksten komen dan natuurlijk nog regelmatig tegen, want ze gaan nog niet in zo'n model alles al vertalen. Maar dat zal in het uiteindelijke model natuurlijk wel het geval zijn. Nou ja, dus je instellingen zijn allemaal vergelijkbaar. Ja, veel dingen herken je terug uit een Montana. Ook bij je kaartweergave. Nou, we zitten nu hier in Moordrecht uiteraard. Maar is nog met een routetje bezig. Hier zie je het standaard Nuvi dashboard. Nou, kunnen we natuurlijk gaan aanpassen. Je hebt een hele lijst met dashboards waar je uit kunt kiezen. Ik vind zelf die Nuvi wel praktisch bij gebruik op de weg. Andere die ik veel gebruik zijn small data fields. Voordeel van die datavelden is dat je gewoon mooi vier velden in beeld hebt die je per veld kunt gaan instellen. En ja, dat zijn gewoon veel bekende dingen. We gaan denk ik niet te veel in op eigenlijk alle Garmin eigenschappen. Want dat zie je ook terug in de filmpjes en de reviews over de Montana en de Oregon. Ja, wat hier vooral leuk is, is natuurlijk die combinatie met een Android besturingssysteem. Hier zie je wel in het dashboard al het kompaspijl staan. Nou ja, dat is een kwestie van eventueel aanklikken. Je kan er wat anders neerzetten, je kan er weggooien, je kan andere items toevoegen. Dat doe je eigenlijk heel simpel. Je gaat gewoon naar het hoofdmenu. Stel dat je zegt, ik wil mijn trackmanager bij de hand hebben. Oh, die had ik hier al staan, zie ik. Nou, staat hij er twee keer op. Is ook niet nodig. Laat ik er even eentje weggooien. Zo kan je dus dit soort schermen ook naar eigen wens instellen. Ook iets wat je eigenlijk ook bij een Montana kan, wat je ook bij een Oregon kan. Dus daar zag je eigenlijk al wel dat er een beetje werd gekeken naar de smartphones qua mogelijkheden. Nou ja, door die combinatie met wifi en Android. Zoals ik net zei, je hebt bijvoorbeeld een Nu-app. Nou ja, je kan het laatste nieuws dan gaan bekijken. Ja, de meeste mensen hebben dat natuurlijk al op hun telefoon staan. Wat voegt het dan toe door het op je GPS te hebben? Nou, wat ik net al zei, het scherm is gewoon erg goed afgelezen. Zit je lekker buiten op het terrasje of je zit voor je tent, dan is het vaak een telefoon lastig te zien. Ja, de verlichting kan je maximaal zetten, gaat natuurlijk af van je accuduur. Maar ja, dan nog blijft het soms even goed kijken hoe je alles goed kunt lezen. Nou, dat is bij Monterra eigenlijk geen probleem meer. Nu, verlichting staat nu aan, maar die heb je zeker in het buitenlicht niet nodig. Ja, je kan dus netjes gewoon dit is dus de Nu-app, kan je het nieuws bekijken als je maar wifi hebt, om dat te kunnen zien. Je kan Legio apps natuurlijk installeren. Ook je mail kan je erop binnenkrijgen. Je kan ook een browser gebruiken. Dan kan je een GPX-bestand eventueel opslaan. Nou, het is uiteindelijk gelukt via een bestandsbeheerprogramma om een GPX-bestand in de map Garmin te zetten. Zodat je hem ook terug kunt vinden in je navigatie gebeuren. Dus in je trackmanager. Bijvoorbeeld hier een fietstocht. Bodegraven-Reewijk die nu in het apparaat terug te vinden is, gedownload van met het apparaat via de browser. Ja, we zullen even een aantal van de schermen laten zien die je terug kunt vinden. Deze knop kan je eventueel makkelijk wisselen tussen de verschillende actieve apps. Als je zegt, nou die heb ik allemaal niet meer nodig, kan je het afsluiten. Dan kan je heel makkelijk schakelen. Andere manier wat je hier mist, bijvoorbeeld is je setup menu, je instellingen. Normaal, ja, bij de Montana zit gewoon een stel in waar je allerlei dingen kunt aanpassen. Die zit hier eigenlijk verstopt onder de instellingen van Android gebeuren. Hierbovenaan zie je gelijk map, tracks, routing, meer. Nou, daar zie je nog andere dingen als positieformaat kan je aanpassen. Bij de routing heb je natuurlijk de mogelijkheid voor type berekenwijze. Auto, motor, fiets, toerfiets. Nou, de hele active routing overzicht wat je ook in de moderne autotoestellen ziet. Lokkenrood, herberekenen. Ja, tot de Montana uitkwam was er niet een standaard mogelijkheid om het wel of niet in of uit te schakelen. Nou, dat is nu bij de Montana wel het geval al. Verder heb je natuurlijk daarnaast je Android instellingen. Ook Bluetooth. Nou, Bluetooth is om eventueel een headset te koppelen of apparaten met elkaar te verbinden. Je kan het apparaat niet gebruiken als CarKit, voor zover ik heb kunnen testen. Je kan dus wel je telefoon eraan verbinden voor om eventueel via Bluetooth je internetverbinding ook te delen. Headset kan je er wel aan verbinden. Dus op die manier kan je wel gesproken aanwijzingen in je helm krijgen. Daarnaast kan je ook muziek natuurlijk afspelen met het apparaat. Dus mp3's kan je erop zetten om dat gewoon in je helm te kunnen horen. Heb je geen zin in een Bluetooth headset, is het ook mogelijk om een bedraden headset aan te sluiten.
heeft gewoon een aansluiting voor een koptelefoon. En op het moment dat je hier een koptelefoon op aansluit, heb je ook de mogelijkheid om radio te ontvangen. Uiteindelijk gebruikt u dan je koptelefoon als antenne. En dan kan je ook radio ermee luisteren. En dat gaat natuurlijk allemaal tussen de navigatie gaat het allemaal door. Even terug naar de kaart. Je kan natuurlijk verschillende kaarten laden in het apparaat. Standaard is alleen die recreational map voor geïnstalleerd. En waarschijnlijk een aantal Birdseye kaarten van Garmin. Ik heb hier nu even een City Navigator ook in zitten, zodat je hem ook voor de wegnavigatie kan gebruiken. Wordt dus niet standaard meegeleverd, dus we hem optimaal gebruiken zul je de extra kaarten bij moeten gaan hebben. Open Speedmap kaarten kunnen er ook gewoon in. Ja, je kan ze heel makkelijk in of uitschakelen of wisselen tussen kaarten. En met dit knopje ga je altijd weer terug. Qua behuizing, qua formaat, is hij net iets groter dan de Montana. Je ziet eigenlijk door die extra knoppen hier onderop, wat je eigenlijk nodig hebt als je Android optimaal wil gebruiken. Ja, dat is er eigenlijk bijgekomen. Hij past wel in dezelfde houders als, tenminste de originele Garmin houders als van de Montana. Dus de auto mount, motor mount, dat is allemaal geen probleem. Beschik je over een rem mount, ja, daar zul je heel even geduld moeten hebben tot de rem mount daar een nieuwe versie van heeft gebracht. Want zoals je ziet, hij is net ietsje langer. Daarnaast zitten er ook nog wat extra knopjes aan de zijkant, maar die zijn eigenlijk om het volume te regelen. Geluid harder of zachter te zetten. In het apparaat zelf, in tegenstelling tot de Montana, is het ook een luidspreker. Dat is ook voor radio of voor audio te kunnen horen. Komt gewoon uit het apparaat zelf. Nou ja, dat is ook een handig bedacht. Voor wie is het apparaat nou interessant? Ja, voor mensen die graag de nieuwste gadgets hebben. Wat ik net al zei, het is eigenlijk een echt waterdicht schokbestendig Android apparaat. Er zijn natuurlijk ook wel waterdichte telefoons, maar dan nog, ja, je batterijduur is altijd een probleem. Wat ze hier dus gedaan hebben, wat ik net liet zien, is de accu, maar ook 3 panelights. Eigenlijk logisch, als je ook de Montana kent. De fanatiek Android gebruiker zal het waarderen, zal het menu herkennen. Maar je hebt wel gewoon heel veel van de functionaliteiten die je in een Garmin apparaat gewend bent tot je beschikking. Nauwkeurigheid van het apparaat is ook goed te noemen. Ik heb hem gebruikt in vergelijking met een Oregon 650T. En eigenlijk was de Monterra op elk moment eigenlijk nauwkeuriger dan de Oregon. Dat scheelde vaak nog best wel wat. Wandeling meegelopen door de stad ook. Dus gebouwen bleef het allemaal gewoon goed werken. Was geen probleem. Dat is eventjes te bekijken hoe dat in de toekomst allemaal verder gaat. Software updates zijn natuurlijk zullen ook uitkomen. Daarnaast is die ook aan te sluiten gewoon op je computer. Wordt gewoon in Basecamp erkend. Kan je dus ook routes uitwisselen, tracks uitwisselen, foto's uitwisselen. Dus dat gaat allemaal op een vergelijkbare manier. De vraag is natuurlijk of Garmin nog met een Basecamp app voor Android komt. Waar je misschien direct vanuit het plannen kan doen natuurlijk. Alhoewel je natuurlijk ook gewoon kunt plannen binnen je Garmin software. Zoals je ook op Montana je routes plant. Kan je ook gewoon een nieuwe route maken met startpunten, beginpunten. Heb je eigenlijk Basecamp in zoverre niet meer bij nodig. Voorlopig laten we het hier nu even bij qua filmpje. We zullen wat meer nog schermafdrukken ook op onze website hebben staan. Zoals het er nu eruit ziet is het apparaat augustus, september beschikbaar. Dus hou de website in de gaten voor eventuele leverdata. En bedankt voor het kijken.